We zaten er niet op te wachten. Mist en gladheid in de spits. Het eerste echte winterweer van dit jaar zorgde vanmorgen voor veel overlast. Goedenavond. Het was 3 dagen behelpen met dekens en straalkacheltjes in Apeldoorn. Maar nu is bij de 140 ouderen in het woonzorgcentrum de verwarming weer aan. En nu de rest nog. Het is een lot uit de loterij, maar toch komt het regelmatig voor dat kitsch kunst is. Geen 17,5, maar 4.500 euro. Tot grote chaos leidde het niet, maar van ontwrichting van het verkeer was zeker wel sprake. Dichte mist en gladde wegen veroorzaakten een reeks ongevallen en kilometerslange files. Het leidde tot de drukste ochtendspits van het jaar. Het was glibberen en glijden voor automobilisten. En bij niet iedereen ging dat goed. In ruim 1,5 uur tijd vanochtend vroeg gebeurde er in onze provincie 12 ongelukken. Vooral in het rivierengebied was het raak. Meneer, dat is uw auto in de achtergrond. Wat is er precies gebeurd? Ja, dat is onze auto. Mijn vrouw is vanmorgen naar het werk gegaan. En we hebben hem nog in 24 uur als eigenaar. En hier is het gewoon spekglad. Het is nu nog steeds spekglad. En ja, ze weet helemaal niet wat er gebeurd is. Hoe is het met uw vrouw? Ontzettende grote schrik thuis en een paar natte benen. Maar verder is alles gelukkig goed. En het was niet alleen extra opletten voor autobestuurders. U gaat toch maar niet echt fietsen, mevrouw, vandaag? Nee, zeker niet. Je bent te laat hier. Echt, nee, maar dat ze hier niet gestrooid hebben, dat snap ik niet. Ja, het was dus druk op de weg. En dat gold ook voor de weginspecteurs op de motor, die sinds een paar maanden in de stadsregio Arnhem-Nijmegen rondrijden. Een veelbelovende proef, want het verkeer lijkt beter door te stromen dan zonder de inzet van motorrijders die snel bij ongelukken of pechgevallen zijn. Dit is een nieuw project hier in Nijmegen en in Arnhem. Stedelijk incidentmanagement. Een proef met weginspecteurs op ons lokale grondgebied. Wij zijn snel te plaatsen, dat is het gewoon. Uniek voor Nederland. We kennen het tot nu toe alleen maar op het hoofdwegennet. Hele korte lijntjes, des te eerder rijdt het weer. Goedemorgen Jurgen, Verkeerscentrale Oost-Nederland met Willem. Jurgen, ik heb een melding voor je. Een pechgevalletje op de Prins Maurits Singel. Ja. Zo'n auto met pech stilgevallen. Ja. Wij doen het hier in 2 steden, maar er kijken wel 40 gemeentes met ons mee. Waarom? Het heeft toch wel zijn effectiviteit bewezen dat het sneller door gaat rijden. Het is vandaag de 3e dag dat de Apeldoornse wijk Anklaar zonder gas zit. Terwijl monteurs onder hoge druk werken om alles weer werkend te krijgen, gloeien in de meeste woningen de elektrische kacheltjes. Verslaggever Sonja Booms, die is in Apeldoorn. Want ja, Sonja, er is goed nieuws daar. In het woonzorgcentrum kunnen ze de verwarming weer aanzetten. Ja, zeker. En reken maar dat de bewoners van het woonzorgcentrum er hartstikke blij mee zijn. Hier in de kamer van mevrouw Wijngaards is het ook weer lekker warm. U bent vast opgelucht, hè, dat het weer lekker warm is. Zeker, heel erg. Ik ben heel erg opgelucht. Ik heb het ontzettend koud gehad. En medelijden gehad met al die andere mensen die nog veel erger zijn dan ik. Nou, dat het nu weer lekker warm is hier. Heerlijk. Ja, het heeft toch nog wel even geduurd, hè? Ja, 3 dagen. Zondag, maandag en vandaag is dinsdag. Dus net tegen de avond toen kwam het weer. U zit lekker bij de kachel. Geniet er lekker van, heerlijk, hè? Heerlijk. Ja, hier is het dus lekker warm. En nou ja, de dekens die eerder werden uitgedeeld door het Rode Kruis bijvoorbeeld, dat soort spullen zijn nu gewoon niet meer nodig.
U gaat er maar weer vandoor met het elektrisch kacheltje, want dat is niet meer nodig, hè, hier? Nee, dat hoorde ik net, dat het allemaal weer goed is gekomen. Dus ik neem hem maar weer mee naar huis. De gasaansluiting is gemaakt. Gelukkig. Dus het is een kwestie van een paar uurtjes. We houden het niet vol, hè. Dit is te koud voor ons. En je hebt geen kachel. U bent wel opgelucht dat het dan nu binnenkort weer warm is? Tuurlijk, ik ben bijna 90, dus je mag een beetje warmte hebben. Ja, Sonja, dat is in het woonzorgcentrum. Hoe is het verder in de wijk? Nou, Lianne heeft gezegd dat vanavond nog geprobeerd wordt om 120 woningen hier rondom het woonzorgcentrum ook te voorzien van gas. Dat wordt dus geprobeerd. En ja, voor de rest van de wijk zal dat nog enige dagen in beslag nemen. En ja, de mensen die pakken dat hier wel heel goed op in de wijk, hoor. Dat was al wel bekend, hè. Mensen die nemen het zoals het komt of ze gaan gewoon even langs bij vrienden, familie. En ja, zo komen ze hier de dagen nog wel door. Maar is dus een goed vooruitzicht. Goed. Sonja Booms, dank je wel. Ja, en in die wijk wordt keihard gewerkt, zodat iedereen inderdaad zo snel mogelijk weer gas heeft. Ruim 5 kilometer met moddergevulde gasleiding moet daarvoor worden schoongemaakt. Water of vuil in de leiding. Je kunt je wel voorstellen als je aan het koken bent dat het een hele mooie blauwe vlam moet zijn. Daar moet niks tussen zitten. Nou, dat geldt voor de cv-installatie en verwarmingsinstallaties ook. Het moet dus helemaal schoon zijn voordat we weer het gas erop kunnen zetten. En daarom wordt er vandaag keihard gewerkt in de wijk Anklaar. Dit is een prop en dan die doen we in de gasleiding aan de uiteinde. En dan doen we via vacuüm, zuigen we het door de leiding heen. En dan gaat alle modder en water trekken we eruit. En dan moet die weer, ze bedoelen dat het weer schoon is. Ja, als de prop hier is, dan moet die schoon zijn. En dat controleren we dan met de camera. Nou, dit is de kop, zeg maar. En die stoppen we erin. En op het beeldscherm hier kunnen we zien of het water eruit is. Een goede, maar tijdrovende methode. En daarom doet het volgens Liander naar verwachting zeker nog tot vrijdag voordat het einde in zicht is. Nou, je ziet het hier al in de wijk. Overal hebben we putjes gegraven. We moeten echt meter voor meter, zou ik bijna zeggen, die leiding schoonspoelen. En dat is ouderwets handwerk, zal ik maar zeggen. En daarna moeten we ook nog de aansluitleidingen van de huizen naar de straat. Ook die moeten gecontroleerd en ook nog eventueel schoon worden gemaakt. Ja, het is gewoon huis aan huis werken. Terug naar de basis moeten de woningcorporaties van de minister. Maar of het er allemaal beter van wordt als ze alleen nog maar sociale woningen gaan verhuren? Zo'n 170 ouderen in een woonzorgcentrum en tientallen gezinnen in Ede mochten vanochtend even hun huis niet uit. Er werd namelijk een vliegtuigbom onschadelijk gemaakt. Oké, opgelet. 3, 2, 1... Een 130 kilo wegende Amerikaanse bom uit de Tweede Wereldoorlog werd vrijdag gevonden bij de oude Simon Stevin-kazerne. De explosieve opruimingsdienst bracht de vliegtuigbom en wat granaten met succes tot ontploffing. Steeds vaker worden jongeren gechanteerd om een duur telefoonabonnement af te sluiten en het nieuwe mobieltje af te geven aan de dader. De politie in Apeldoorn waarschuwt nu voor deze manier van bedreiging en diefstal. Elke week komt er bij de politie Apeldoorn wel een aangifte binnen van dit soort chantagepraktijken. De daders hebben het vooral gemunt op kwetsbare en beïnvloedbare jongeren. Ze vragen bijvoorbeeld van, goh, mag ik je mobiel zien? De jongere geeft hem af aan de verdachte en die zegt van, als je hem terug wil, moet je voor mij een telefoonabonnement gaan afsluiten. En uiteindelijk blijft hij of zij over met een duur abonnement zonder mooi mobieltje. Volgens de politie en ook jongerenwerkers durven de slachtoffers niet altijd aangifte te doen. Er zit misschien bij sommigen ook nog een gevoel van schaamte bij. Van ik wil het er niet over hebben. Het is me overkomen. Door middel van de flyer en de post die jullie daar zien, willen wij de jongeren en ouders gaan voorlichten, inlichten en vooral waarschuwen dat dit gebeurt. Dit heeft echt een enorme impact op iemand, want je wordt gewoon gechanteerd. Daar komt het op neer. Vernielingen, brandstichting en gewonden bij het afsteken van vuurwerk. Iedere jaarwisseling gaat er van alles mis. Reden voor het bureau HALT om vuurwerkvoorlichting te geven aan kinderen. Zoals aan de leerlingen van basisschool De Belle Fleur in Dodewaard. Wie kan me uitleggen, wat voor vuurwerk is dat? Ik denk dat het illegaal is omdat er geen label op zit van een merk. De leerlingen van groep 7 en 8 weten al heel veel over de gevaren tijdens de jaarwisseling. Elk jaar op dezelfde plek vier ik uit opnieuw en... ja, daar voel ik me wel veilig eigenlijk. Ondanks die kennis gaat het elk jaar toch te vaak mis bij de jeugd, vindt HALT.
jongeren staan er niet bij stil wat eigenlijk rondom het vuurwerk gebeurt. Vooral tijdens de jaarwisseling. Ze hebben geen idee wat voor overlast ze onbewust kunnen veroorzaken. En natuurlijk dat ze ook onbewust in bepaalde situaties terecht kunnen komen waar ze te maken krijgen met groepsdruk. Waardoor ze sneller overgaan tot vernieling en gevaarlijk stunten met vuurwerk. En dus veel overlast veroorzaken. Daarom zijn dit jaar de regels strenger geworden. En mag er dit jaar overdag geen vuurwerk afgestoken worden. Ik ga wel overdag nog wel afsteken, maar ik ga niet zo aso doen om voor de huis van mest te doen. Raken oude stadswijken straks net zo vervallen als Parijse banlieues? Met drugsoverlast, grote werkloosheid en verpauperde panden. De branchevereniging voor woningbouwcorporaties Edes vreest hiervoor. Minister Blok en de Tweede Kamer willen namelijk dat woningbouwcorporaties zich alleen nog maar gaan bezighouden met het verhuren van sociale woningen. Volkshuisvesting in Arnhem pompte de afgelopen jaren miljoenen in achterstandswijken. Verslaggever Sandrine Haddering stapte in de auto met directeur Gerrit Breeman om te kijken hoe het nu verder moet met wijken als Malburgen en Klarendal. Gewoon hier rechts. Kijk, hier zie je al die nieuwbouw die er gewoon prachtig bij staat. En dat is bijvoorbeeld een complex. Dat wilden wij graag bouwen omdat dat op een belangrijke plek staat. Het is koop. En wij hebben daar onze nek uitgestoken en we zijn begonnen met bouwen toen we nog niet veel woningen verkocht hadden. Omdat we gewoon vonden dat die er moesten komen te staan. Maar de grote investeringen zoals die wij hier die de afgelopen jaren hebben gedaan, ja, is het zeer de vraag wie het dan doet. Gisteren en vanavond debatteert de Tweede Kamer over de nieuwe woningwet. Aanleiding is de conclusie van de parlementaire enquêtecommissie. Die vindt dat woningcorporaties zich alleen nog met hun kerntaak bezig moeten houden. Geen luxe koopwoningen meer bouwen of andere prestigieuze projecten. Om ellende als bij Vestia en Watchdale te voorkomen. Alleen nog sociale huurwoningen. De rest is aan marktpartijen en de gemeente. Volkshuisvesting Arnhem kan zich daar maar moeilijk bij neerleggen. Dit gemaal bij Malburgen bijvoorbeeld wil Breeman graag aankopen. En dit is geschiedenis, die moeten we bewaren. Het behoort straks niet meer tot uw kerntaken. Mag u het straks nog? Nee, maar ik denk dat... Ik weet van de gemeente dat zij ook vinden dat dit behouden moet blijven. Ik weet dat we de steun hebben van de buurt. Ik schat niet in dat marktpartijen hier ja tegen zeggen. En als ze dat wel doen, heel graag. En dan gaan we samen naar de minister en dan krijgen we goedkeuring. Daar ben ik van overtuigd. Uiteindelijk zijn de kosten voor dit soort projecten voor huurders. Maar volgens Breeman vallen die kosten wel mee omdat de rente erg laag staat. Grote prestigieuze projecten. Volkshuisvesting heeft de achterstandswijk Klarendal ermee op de kaart gezet. Ja, dit is de parel van Klarendal. Dit is een van de grootste bijzondere investeringen die wij gedaan hebben. En die zal niet meer mogelijk zijn. Ja, dit is heel goed voor de wijk. Dit is super voor de wijk, super voor de stad. Ik denk dat er een groot deel van het publiek wat hier komt eten, dat van buiten Arnhem komt. En ja, dat is daarmee een succes. Stel nou dat dit niet was opgeknapt, want wat was er dan van Klarendal geworden? Ja, dan was het zeer de vraag hoe het hier nu geweest was. Ja. Het laatste wat wij meegemaakt hebben is dat er veel bewoners gewoon de wijk uittrokken. En dat ze zeiden van ik wil hier niet meer zitten, want dit is niet mijn wijk meer. Ja. Want de criminaliteit was hoog. Mensen voelden zich onveilig. Ja, en wat er nu teruggekomen is, dat zorgt voor echt een totaal andere sfeer, een totaal andere beleving. Als het zo blijft zoals het is, is voor ons niet. Deze is nog slecht, hier deze. Waar die vlaggen voor hangen, dat is wel heel duidelijk. En wat ik ook leuk vind, is dat hier in feite de markt zijn werking doet. Want hier hebben wij helemaal geen bemoeienis meer gehad. En hier is het goed geworden. Of wou je daar nog even wat van filmen, of niet? De Menno van Koehoorn-kazerne. Nog zo'n project dat Volkshuisvesting aanpakte. Het gebouw is inmiddels verhuurd aan het kunstbedrijf Arnhem. De minister heeft al laten weten dat dit soort projecten voortaan door gemeenten moeten worden aangepakt. Ja, ik denk dat de gemeente daar de middelen niet voor heeft. En wij hadden de middelen daar wel voor. Ja, de discussie gaat echt over die corporaties die te ver gegaan zijn en waardoor nu de hele sector teruggedrukt wordt naar de oorspronkelijke taak. Want we moeten terug in het hok. We mogen niet meer die gekke dingen doen.
We moeten luisteren naar de Rijksoverheid. Dat is de kern van het verhaal. Ja, en dan daarna dan zal de nuance wel weer komen. En vanavond praat de Tweede Kamer over de woningbouwcorporaties. Niet over de nieuwe beperkte rol, maar wel over het toezicht op die instellingen. Ja, en dan nog dit. Wie wil en hoopt het nou niet? Iets moois kopen voor een zacht prijsje en dat het dan later enorm veel geld waard blijkt te zijn. Schilderijenrestaurator Guido Hengeveld uit Doesburg die kreeg een schilderij aangeboden, gekocht in een kringloopwinkel. En daar begint het verhaal. Het verhaal was, iemand heeft in Doetinchem bij een kringloopwinkel een schilderij gekocht. En daar heeft hij €17,50 voor betaald. En hij vroeg aan mij of hij er een goede koop aan had gedaan. Toen dacht ik van, nou, dat is een hit. Dat is echt een hele goede aankoop van die man. Geen 17,5, maar? €4,500. Ik kom wel eens vaker in dit soort winkels, in kringloopwinkels. En ja, je weet maar nooit wat je hier kunt vinden, hè? Heel af en toe dan heb je wel eens geluk. Nee, dit is... Kijk, dit is modern werk. Nou, dit is een... Kijk, je kijkt altijd aan de achterkant, dit is karton, hè? Als je heel goed kijkt, dan kun je zien dat het een kleuterschilderij is. Ja, nou, €5 is eigenlijk best wel voldoende voor zo'n werkje. Ja, jammer, hè? Ja, ja, ja. Het ja. Is geen vondst in ieder geval. Ja, dan gaan we naar Wageningen. Voor het weer met Dennis Wild. Hardnekkige mist en gladheid. De ingrediënten voor de drukste ochtendspits van dit jaar. Nou, daar hebben we morgenochtend niets meer mee te maken, want het gaat steeds harder waaien en uiteindelijk ook regenen. Deze storing hier boven de Britse eilanden die komt snel dichterbij. De hogere wolkenvelden die trokken vandaag al over, maar op heel veel plaatsen in Gelderland was dat niet te zien door juist de lage bewolking en de hardnekkige mist die maar bleef zitten door dat grijze weer. En daar kijken we op sommige plaatsen nog tegenaan. Maar uiteindelijk trekt de wind aan en gaat het regenen en dan zijn we het geleidelijk aan kwijt. Nou, de laagste temperatuur die wordt vanavond al gemeten, zo'n 2 of 3 graden, de minimumwaarde. In de loop van de nacht loopt de temperatuur met een aantrekkende zuidwestelijke wind alleen maar verder op. Er wordt steeds meer zachte lucht aangevoerd en het is vannacht gewoon kletsnat. De wind daarbij die wakkert ook behoorlijk aan. Een windkracht 5 gemiddeld, maar op de randmeren zelfs af en toe een krachtige wind. Een windkracht 6 uit die zuidwesthoek. En morgen blijft het ook behoorlijk hard waaien. Daardoor trekt die storing vrij snel weer de provincie uit. In het oosten, de Achterhoek, daar blijft het in de ochtend nog een tijd nat. Maar uiteindelijk worden de wolken dunner en vanuit het westen klaart het ook op en komt de zon erbij. Al in de loop van de ochtend in het westen van de provincie en 's middags komt ook het oosten aan de beurt. Nou, de temperaturen morgen lopen flink op, met die stevige zuidwestelijke wind zo'n 7 tot 9 graden zelfs. Nou, donderdag een paar hagelbuien, vrijdag weer een flinke portie met regen. Het blijft voorlopig aan de zachte kant, hoewel het in het weekend ietsje kouder wordt. Maar dan schijnt de zon wel flink. En dit was Gelderland Vandaag. En daarin zag u onder meer dat we vanochtend de drukste ochtendspits van het jaar hebben gehad. Als gevolg van mist en gladheid. In Gelderland gebeurden vanmorgen zeker 12 ongelukken. Ik wens u nog een fijne avond.